We besluiten het journaal vandaag met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname, MDS. Die geldt tot morgen 6 mei. Vanavond en vannacht komen de buien meer in het binnenland voor. Lokaal zijn er perioden met lichte tot matige regenbuien. Aan het eind van de nacht ontwikkelt zich plaatselijk nevel overwegend in bosrijke gebieden. Morgen, zaterdag, zijn er in de ochtend op sommige plaatsen perioden met lichte regenbuien. In de middag en avond kunnen er buien zijn, soms met onweer. Op enkele plaatsen in het binnenland zijn de buien mogelijk zwaar. De wind uit het noordoosten tot oosten zal variëren met snelheden die oplopen tot 30 km per uur. De windsnelheid kan toenemen tot maximaal 45 km per uur. Voor Para, Brokopondo en Sipaliwini zal het bewolkt met onweersbuien zijn. In Koroni en Ikeri zal het tijdelijk bewolkt met buien zijn. In Marowijne, Komowijne, Wanica, Saramaka en Paramaribo is het van tijd tot tijd bewolkt met regenbuien. In het hele land zijn er temperaturen die overdag variëren tussen 21 en 32 graden Celsius en in de avond en nacht tussen 21 en 30 graden Celsius. De Meteorologische Dienst waarschuwt wel dat morgen 6 mei er in het binnenland op enkele plaatsen mogelijk zware onweersbuien, eventueel gepaard met windstoten, zullen optreden.